Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Spotlight. Vandaag met de Ridderkerkse zanger Nax. Ja, Nax, welkom in deze studio van RTV Ridderkerk. Ja, leuk je te zien. Sinds 2014 was het eigenlijk heel erg stil. Begrepen we dat de band The New Shining stopte. En tijdelijk dan misschien? Tijdelijk, ja, tijdelijk. Precies. En er een grote solo carrière van jou verwacht werd. En 2017 gaat het jaar worden. Ja, laat het hopen. Ja, of die groot wordt, die carrière, dat moeten we nog gaan zien natuurlijk. Maar even voor de duidelijkheid, de band is niet gestopt, The New Shining. Maar die staan on hold. Dus zeg maar voor de time being dat ik solo bezig ben, gebeurt er even niks met TNS. Maar als ik het idee heb dat we over 3 jaar weer gaan spelen, dan gaan we over 3 jaar weer spelen. Dus we zijn nooit officieel gestopt, zeg maar. Maar klopt, ik heb 3 jaar lang heb ik mezelf opgesloten in Dintloord. Dat is dan geen Ridderkerk. Maar de grond staat ietsje goedkoper. Dus ik heb daar in de studio gezeten. Geen contact gehad met de buitenwereld, geen nieuws gezien, helemaal niks. Alleen maar schrijven. En ik heb net, wat is het? 2 weken terug heb ik, of 1,5 week terug, heb ik mijn single Sing Me a Song uitgebracht. Voor het eerst op persoonlijke titel. En die ben ik nou met mijn band, die je niet ziet, maar die staat buiten beeld, staat 1 lid ervan. Ben ik nou aan het promoten. Afgelopen week hebben we Radio 2 gedaan en aanstaand weekend gaan we 3FM doen. En we zijn rete benieuwd wat het gaat doen. De eerste recensies zijn in ieder geval lovend over de single. Iedereen pakt hem heel goed op. En als ik ook zie naar het aantal hits de eerste paar dagen op YouTube, dat knalt er gelijk uit. Ja, het valt niet tegen. Ik moet zelf zeggen dat ik denk dat ik zelf nog het meest verbaasd was. Omdat ik, je bent 3 jaar uit de roulatie en je weet hoe snel dat gaat, zeker in de mediawereld. Dus ik was wel redelijk verbaasd dat zeg maar de aandacht die in 1 keer ervoor kwam. En nu ook al, het gaat zo snel, Radio 2 en 3FM die er weer bovenop knallen. Dus tof. En dan hebben ze nog niet eens de hele cd gehoord. Want die moet er ook nog binnenkort aankomen. En dat wordt uiteraard ook weer een knaller. Ik heb begrepen dat je maar liefst 200 liedjes geschreven had in de afgelopen periode. Waaruit je nu een mooi aantal kan plukken. Ja. 200 is nog een voorzichtige schatting, maar ik heb zo verschrikkelijk veel geschreven. Het was een hel om uiteindelijk 15 liedjes op 1 cd te knallen. Want ik had zoveel liedjes liggen en ga maar naar, hoe moet je een plaat maken? Want ze zeggen wel eens dat killing your darlings. Maar dit was een slagveld, het was niet te doen. En uiteindelijk ben ik gegaan voor de 15 liedjes die het beste bij elkaar passen qua tekst. Want ik had een heel sterk concept qua tekst. De cd gaat heten Hardfire Home. En heel veel teksten hebben daarmee te maken. En dus ik heb de 15 beste liedjes bij elkaar geselecteerd die op plaats gezet. En die gaat 15 mei uitkomen op digitale portals, zoals Spotify en iTunes. En 19 mei komt die fysiek uit in de winkel. En fucking benieuwd wat gaat doen natuurlijk. Precies. Heel spannend allemaal. Wat ik ook begrepen heb is dat jij in de afgelopen periode ook je eigen talenten hebt ontwikkeld verder. Want alle liedjes die op de cd staan met alle instrumenten, dat heb je allemaal zelf ook aangeleerd? Ja, klopt. Dat was best druk. Dat was aanvankelijk niet het plan hoor. Ik wilde het eerst in een studio gaan doen. Maar op een gegeven moment was het geld op en ik ben 3 jaar aan het schrijven geweest. Dus ik moest iets verzinnen. Toen heb ik uiteindelijk zeg maar waar wij repeteerden als The New Shining, die ruimte heb ik omgebouwd tot studio. En Pro Tools gekocht en met de hulp van sponsors heb ik daar mijn eigen studio kunnen bouwen. En half jaar depressief geweest omdat ik die hele shit moest leren. En dat frustreert, want je wil schrijven. Je wil niet internet op gaan kijken en al die filmpjes gaan kijken van hoe je moet mixen en hoe je moet opnemen. Toch gedaan, heel blij dat ik het gedaan heb. En nu kan ik gewoon alles zelf opnemen. En dat was het grote voordeel nu. Je moet je voorstellen, als ik normaal gesproken liedjes schreef, dan moest je eerst weer geld verzamelen om in de studio te gaan opnemen. En je moest al die liedjes bij elkaar verzamelen. Dus dan, ongeveer na 6 maanden kon je dan voor het eerst wat gaan opnemen. Dan ging je alles snel opnemen, want hoe korter dat duurt, hoe minder geld kwijt. En nu is het allergrootste voordeel dat als ik een idee heb en ik heb een tekst of ik heb een liedje of ik heb een melodie, ik draai mijn kruk om, ik zet de computer aan en ik kan het gelijk opnemen. En dat hoor je terug op plaat. Alles is bevlogen, het is vers, het is met vuur. Dus dat, maar het kostte wel even om daar achter te komen. En het inspelen van het instrument was super tof om te doen. Dat gaat van gitaar, drums, violen, alles. En het kan ook allemaal tegenwoordig.
escaping you. Ja, ook misschien nog even goed om een misverstand uit de weg te helpen. Solo betekent niet alleen, heb ik begrepen inmiddels. Want ja, je maakt muziek nog altijd met een aantal vaste bandleden. Ja, ik ben wel solo. Maar ik wilde voornamelijk solo door, ik wilde vrijheid. En ik merkte heel erg met de New Shining dat wij waren natuurlijk eerst een rockband. En toen gingen we akoestisch. En vooral radio wil je heel graag snel in een hokje douwen. En dat wil ik niet. Als ik mijn volgende plaat een black metal plaat wil maken, dan moet ik dat gewoon kunnen doen. En dat kan niet met een band, want mensen verwachten een bepaald oeuvre, een bepaalde stijl van je. En ik wil maken wat ik maak, wat er in mijn kop opkomt. Als dat jazz is, dan is dat jazz. Mm-hmm. Dus lang over nagedacht, want ik ben echt een bandjesman. Ik vind het heel tof om in een band te spelen. Ik ben eigenlijk helemaal geen soloman. Ik haat het. Maar dit was het meest verstandige voor mij om te doen, om die vrijheid te kunnen benutten, om dieper te gaan. Want ik wilde dieper gaan met teksten. Heel veel geluisterd naar muziek uit de jaren 60, waar echt nog muziek werd geschreven, liedjes werden geschreven. En dus lang verhaal kort, ik ben wel solo gegaan, maar je moet het meer zien als, het wordt nu toegespitst op mijn persoon, maar ik heb gewoon straks een volledige band. Ik heb nog nooit zo'n grote band gehad, we spelen straks met 6 man bijna op het podium. Een bassist staat buiten beeld. En die zit er al vanaf het eerste uur bij. Mijn drummer van de New Shining is meegegaan. Ik heb wel een toetsenist, die is nieuw. Een background vocaliste, die is nieuw. En er komt nog een gitarist bij live. Dus volle bak. Dus zo is het. Precies, als live kan je echt knallen. Ja, dat is goed wel. Precies. We gaan eerst even zometeen kijken naar de videoclip. De eerste nieuwe single. Bijzonder daaraan is dat je toch ook beelden gebruikt, zeg maar, van het wereldtoneel. Wat is het doel erbij? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik heb dit liedje 2 jaar teruggeschreven, Sing Me a Song. En ik kijk geen nieuws in die periode. Een beetje moeilijk uitleggen misschien, maar als ik aan het schrijven ben, dan sta ik zo open. Dan komt alles binnen. Dus nieuws komt ook 30 keer zo hard binnen. Alles komt harder binnen. Dus ik heb me volledig afgeschermd van alles en iedereen om me heen. Dat doe ik eigenlijk altijd. En toen 2 jaar terug, toen was er iets gebeurd en ik was er helemaal niet voorbereid. En ik kreeg iets door van een vriend, die stuurde iets door. En dat waren die beelden van Sissy Charlie. Van een gast die overdag op de stoep lag en die werd door zijn nek geschoten. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Ik had echt zoiets van, what the fuck gebeurt hier dan? Dus toen bleek dat achteraf Sissy Charlie te zijn. En ik was zo kwaad en zo verbolgen. En ik had echt zoiets van, welke melote doen dit? Toen heb ik daar een song over geschreven. Maar ja, dat was alles behalve
Sing Me a Song. Dat was echt gewoon razernij. En toen een paar dagen later dacht ik van, nee man, jij kan dat niet doen. Je bent een muzikant, je moet daar iets tegenover stellen. Weet je wat, muziek is een muze en dat heeft niks te maken met haat of met die teringzooi die daar gebeurt. Dus ik had zoiets van, ik moet daar iets tegenover stellen. En juist dingen als liefde en hoop, die zo fucking fragiel zijn, zeker als het gaat om dit soort idiote dingen die er gebeuren, dat wilde ik daar tegenover stellen. Dus toen ben ik, pas na een paar dagen hoor, toen de woede weg was, ben ik dat gaan schrijven. En dat is uiteindelijk Sing Me a Song geworden. En dus waren de beelden zeg maar, van de clip heel erg logisch voor mij, want ja, dat is zeg maar waar het liedje over gaat. Too many nights of talking to the darkness. I have tried to feel my way into light. Learning to swim in a sea of emotions. I can't decide with all that's weighing on my mind. Sing me a song, sing me a song, my love. Sing me a song of better days and love. Oh, I know you say I worry too much. I'm burning up, I need a cool end on my body. Someone to say it's gonna be okay. Dit was Sing Me a Song en we gaan natuurlijk nog even verder praten met Nax en inmiddels ook aangeschoven Arjan Nijman. Ja, de single, de kop is eraf, de cd komt eraan, je hebt het net al aangekondigd, bestaande uit drie elementen. Ja, dat betekent allemaal eigenlijk één brok emotie. Ja, sowieso, met een beetje kort door de bocht. De cd gaat heten Hard Fire Home. Hard staat inderdaad voor de bezieling waarmee ik de liedjes schrijf. En ik probeer altijd, als ik schrijf, probeer ik mijn hoofd uit te krijgen. Dat is de grootste kunst. Om niks te voelen, gewoon helemaal blank. En dan alles wat je voelt en alles wat je hoort tot je te laten komen. En dat ook echt in één keer eruit te gooien. Zonder het te filteren met je hoofd. Dus dat probeer ik altijd met mijn hart. En Fire staat voor mij heel erg voor, je weet een klein beetje waar ik vandaan kom, mijn achtergrond. En dat ik ruksloos ben als het gaat om muziek maken. Ook naar mezelf toe, dus altijd met vuur of niet. En Home staat voor mij gewoon, ik heb er ook een docu over gemaakt, of er is een docu over mij gemaakt daarover. Dat heet Finding Home.
En home staat voor mij voor mijn thuis. En mijn thuis heb ik niet hier. Niet op deze planeet. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb me hier nooit thuis gevoeld. En de enige momenten eigenlijk dat ik me thuis voel is als ik muziek schrijf. Daar ervaar ik me thuis. Daarom schrijf ik ook altijd als een malle muziek, want dan voel je vaak thuis. Maar dat is altijd wel een dingetje geweest voor mij. En daar heb ik heel veel tekst over geschreven. En vanuit meerdere angles, vanuit meerdere hoeken bekeken. Dus dat. Als de CD officieel uit is en uitkomt, gaat dat nog gepaard met groot spektakel? Of is die daar gewoon ineens? Nou, we wilden eigenlijk de Cold Single afhuren. Maar ik heb gehoord dat aanstaande maandag al geboekt is, geloof ik. Of volgende week. Maar nee, het valt wel mee. We gaan eerst even. Mijn plan is om de eerste pakkenbeet 3 maanden wil ik voornamelijk heel veel op radio. Mm-hmm. Tenminste, als ik daar de gelegenheid voor krijg. Promo doen. En ik wil eerst weer, weet je wel, mensen moeten weer even wennen aan. Ik ben 3 jaar weg geweest. Moeten weer even wennen wie ik ben, wat ik maak. En ik denk als dat eenmaal gaat lopen, dan wil ik gaan kijken om met mijn band de planken weer op te gaan. En zoals het nu naar uitziet, denk ik dat ik een paar festivals meepak dit seizoen nog. Maar ik denk dat het voornamelijk zal een tour worden in het najaar. Als ik dan over 3 maanden reken, dan zou ik zeggen bijvoorbeeld Arjan Lowlands Festival, een leuk uitje? Lijkt me een heel leuk uitje, sowieso. En dat zou ook hartstikke mooi zijn. Maar we moeten nog wel aardig hard werken om dit sowieso toch een bepaalde vertaalslag te gaan maken naar het live uitvoeren van... Ja, wat hij eigenlijk in zijn eentje in een studio heeft gemaakt, zeg maar. Dus het is nogal aardig puzzelen. Ja. Dat is wel heel erg leuk om te doen. Ja. En daarom zijn we ook nu best wel komen met veel mensen op het podium, zeg maar, om alles te kunnen ondervangen. Want hij speelt toch wel heel veel muziekinstrumenten in zijn eentje? Ja, ik heb hem er wel bij geleerd, inderdaad. Nee, we kunnen allemaal wel redelijk wat. We hebben allemaal wel aardig wat in de vingers. Dus dat is ook wel leuk. Het is niet zo van ik speel dat instrument, dus ik vul dat in. Het is gewoon iemand heeft een idee en kiest daar een instrument bij. En het mooie is in de studio, je kan ook gewoon gaan kiezen daarna van. Ja, nou, deze klonk eigenlijk beter dan dat. En dat is ook puzzelen. Dat is heel erg leuk. Nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. Unlike everything I do, this one proves to be too hard to figure out for me. And I let the river carry me to wherever it may take me. Many questions remain unsolved and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Oh, I got all the answers and I know how to. And how come I never get around to really doing it? And too many choices to make, and time is slipping away from me. Me and I don't see eye to eye. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity, but I just can't make up my mind.
just can't make up my mind. If I could just make up my mind. Carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity, but I just can't make up my mind. And I let the river carry me to wherever it may take me, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Lord knows I just can't make up my mind. If I could just make up my mind. Verder ja, hebben we natuurlijk deze nieuwe single ook als videoclip uit. Komen er nog meer singles, nog meer clips? Als het mij ligt wel. Maar we eerst even weer sparen voor de volgende clip. Maar, Want dat kost jullie een stukje investering om die clip te laten maken? Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat is gelul. Want we hebben al sinds 3-4 jaar hebben we Crossmark Pictures. Dat is een sponsor van ons en van mij. En die doen elke keer met veel plezier en heel goed maken die clips. En ik heb hulp gehad toevallig van ook een Ridderkerkse of resort, zo moet ik zeggen, Janice van der Linden. En die helpt ook veel meer met clips mee. Dus eigenlijk kost het mij niks behalve energie en tijd. En, single moet je tijd geven. Je gaat niet na 3 maanden al zeggen van we knallen de volgende single erin. Dus eerst even deze tijd geven en dan komt de volgende weer uit. Er staan er genoeg op. Precies. Dat is over singles en video's die nog verschijnen. In Ridderkerk hebben jullie natuurlijk al een stukje ervaring voor wat betreft het opnemen van een videoclip. Dat was op het Huis ten Donk in Ridderkerk. Breaking the Spell, toenmalige single. Misschien daar nog even een korte terugblik op? Ja, wat... Qua ervaring? Ja, dat was tof. Kijk, sowieso dat we erin mochten van... Kaat zeggen, geloof ik. Kat? Nee, jij wel. Ja, ik mocht Kaat zeggen. Maar het was super tof dat we daarin mochten. En we hebben daar toen een dag gebivakkeerd. Echt een super mooi pand is het sowieso. En het bos eromheen. Maar we hebben daar een hele dag de clip geschoten met s'avonds zelfs nog ellende die ervan kwam. Want alles is oud natuurlijk. En s'avonds om 1 uur of 1 moesten we daar nog een badscène gaan doen. Dan moest ik in bad kruipen. En dat bleek een bad te zijn, zeg maar, die niet helemaal... Oké, was aangesloten op de riolering. Althans, niet dat wij wisten. Dus laten we zeggen dat toen ik de bad inkroop, dat beneden het water langs de muren droop. En tijdens het schieten van die shots, zeg maar, zijn mensen bezig geweest met handdoeken beneden leggen en het allemaal. Het was ellende. Verschrikkelijk. Hey jongens, in ieder geval om af te ronden, we gaan nog even lekker kijken naar die videoclip van Breaking the Spell. Ik dank jullie hartelijk voor de komst hier naar de studio en uiteraard heel veel succes met de single en de nieuwe cd. Maybe I've been playing this game too long. You've been lying to me all along. Kept me needy, planted this fear in my heart. It was bound to go wrong from the start. I pretended I was still in charge. As it turns out, I am not that smart. But I tell you what I won't do. Come crawling back to you. But I tell you what I won't do. Come crawling back to you. 'Cause I'm breaking the spell. It's where I draw the line. You
soul to play your tricks on breaking the spell, sending the strength back to hell. It's time to say goodbye. The shadows grow longer as the years are passing by. You've been pulling me back too long. Still I blame myself for all the things that went wrong. I was bound to go wrong from the start. You can change the man but not the heart. You can kill his dreams but not his soul. So I tell you what I won't do, come crawling back to you. So I tell you what I won't do, come crawling back to you. 'Cause I'm breaking the spell. Here's where I draw the line. You'll have to find another soul. Go wrong from the start. You can change the man but not the heart. You can kill his dreams but not his soul. So I tell you what I won't do, I won't come crawling.